het is voorbij gevlogen. In het begin moet je alles uitvinden. Alles is de eerste keer, dus het is allemaal heel spannend. Maar ja, dan ga je steeds meer leuke dingen bedenken en ook uitvoeren. En ja, als dat dan lukt, dat is heel erg gaaf. Het is wel iets waar we heel trots op zijn en waar we toch even best stil willen staan. Want welke ontwikkeling heeft het dorpshuis dan doorgemaakt in de jaren? Nou ja, in het begin dan begin je eens met één concert en dan kijk je hoe dat gaat. En dan ga je brainstormen over wat je allemaal zou willen doen. En eigenlijk heel veel van wat we hebben gebrainstormd hebben we ook georganiseerd. Zoals een kledingbeurs voor tweedehands kleding met een modeshow erbij. En ja, dan is het de eerste keer kindertheater. Hoe gaat dat? En we hebben een filmhuis opgezet hier in het dorpshuis. Dat doen we in de wintermaanden. Een open podium hier buiten op het grind. En zo hebben we echt al ontzettend veel gedaan, dus en met steeds meer bezoekers ook. Mensen weten ons steeds beter te vinden, in Hummelo, maar ook daarbuiten. Dus ik denk dat we wel de goede kant op gaan. En hoe gaan jullie dan ook dat 5-jarig bestaan vieren? Nou, dit weekend komt Bevoortdag hier optreden voor een volle kerk. We zijn ook helemaal uitverkocht, daar zijn we ook heel erg trots op. En we gaan taartjes trakteren en wat mensen bedanken en heel erg genieten van een optredende volle kerk. En hoe zien jullie eigenlijk de toekomst dan verder? Ja, ik denk een beetje zo doorgaan. En misschien nog wat meer theater gaan organiseren. Zorgen dat de jeugd ook wat meer komt. En ja, een beetje mensen erbij blijven betrekken. En ja, vooral hier een mooie bruisend middelpunt zijn in het dorp.